Nou, er komen ook een steeds meer aangekomen. Ja, leuk. Ja, dat is goed. Ja, tot mensen die dan als die dingen hebben, gewoon manier voor vinden om het in Delft te doen, die dan toch denken. Mag je even onderbreken, Stekel? Zijn we begonnen? We zijn begonnen. Oh, yeah. Hey, welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het gast is Ferdinand Grapperhaus. Ferdinand, je bent van Visie. Dat klopt. Wat doet Visie? Visie kijkt eigenlijk op een andere manier naar de wereld om ons heen. En als eerst kijken we naar glas. We voegen data, genererende sensoren aan glas toe. En we voegen stroomopwekkende zonnecellen aan glas toe. Allemaal om gebouwen waar heel veel glas in zit, stuk voor stuk energie neutraler te maken. Zonder dat er hoeft te worden ingeleverd op het architectonische design. Dat is een hele korte pitch. Een hele goede pitch, een hele duidelijke pitch. Ja, een goede intro leek me. Maar traditioneel, want dat is heel innovatief. Traditioneel is dat een lastige combinatie, glas en zonnecellen. Want ofwel je blokkeert de zon, die er niet meer door kan, dan wel er gebeuren hele andere dingen. Hoe hebben jullie dat opgelost? Wat is het geheim? Ik denk dat je daar inderdaad wel iets interessants zegt. Gelukkig is glas over de 100 jaar of de honderden jaren dat het nu wordt toegepast, wordt het telkens verder doorontwikkeld. Vroeger zat er nog heel veel ijzervervuiling in. Er gaat nu steeds meer ijzervervuiling uit, waardoor glas eigenlijk steeds helderder wordt, steeds meer transparanter. Dus dat betekent dus ook, als je dat heldere glas gebruikt, wat nu ook al in grotere gebouwen zit, in hotels of kantoorgebouwen, of ook appartementsgebouwen. Als je dat glas gebruikt, dan kan je daar heel goed zonnecellen achter of in of zelfs er tegenaan plaatsen. Dat doen wij. Wij doen dat in isolatieglas. En we doen dat op een manier zodat je wel volledig door het glas heen kan blijven kijken. En hoe werkt dat? Legt dat eens uit? Ja, het product dat we nu op de markt hebben, dat zijn power windows. Daarin hebben wij in de randen van het glas zonnecellen geplaatst. En die zitten onder een speciale hoek. En die hoek hangt vanaf welke locatie op de aarde je een project installeert. Maar die is maximaal georiënteerd ten opzichte van de zon. En die zet dat licht om in elektriciteit. Alleen omdat je per zijde, links, rechts en aan de onderkant, andere zoninval krijgt, optimizen we ook de stroom per zijde. Dat zijn onze huidige producten. Ik zag foto's, klopt dat een beetje? Dat je moet je voorstellen dat zeg maar in de binnenrand van het kozijn, tussen eigenlijk dubbel glas, dat daar die zonnecellen zitten en je buigt het licht dan af daarheen. Ja, goede brug naar het tweede product. Dat ontwikkelen we. We hebben inmiddels eigenlijk een R&D afdeling binnen in Visie die samenwerkt met de TU Delft en met NSG Pilkington en Stolker Glas om die coating verder te ontwikkelen. En dat is een coating die we vervolgens aanbrengen op het glas en die vangt een deel van het licht op en die zendt dat naar buiten uit. En in de buitenkant zitten die zonnecellen waar ik het eerder al over had. Ja. En dit is de technologie waar eigenlijk ons bedrijf mee begonnen is in 2014. En dat is de technologie waar wij dus met een groot deel van ons team aan verder ontwikkelen. Ja, en wat is er zo complex aan? Jullie zijn een spin-out van de TU Delft. Dat is natuurlijk puur techniek. Iedereen droomt al heel lang van ramen die gewoon stroom opwekken. Wat is de complexiteit ervan? Ja, ik denk dat de complexiteit, zoals wel vaker bij dingen, is het totaalplaatje. Je moet en in de bouw innoveren, wat echt stap voor stap gaat, als dat al gaat. De glasindustrie moet je ook met de juiste partijen op een heel kapitaalintensieve manier moet je nieuwe stappen ontwikkelen. En tegelijkertijd moet je duurzame energie introduceren. En duurzame energie is iets wat de afgelopen jaren, in ieder geval in mijn omgeving, steeds meer in trek begint te raken, maar waar echt nog lang niet allemaal iedereen van overtuigd is. Dus je moet van de nood daartoe heen. Oké, maar dat is allemaal de omgeving. Dus dat moet je allemaal erbij houden. Maar dan even naar de core van jullie product. Ja. Wat is daar het meest ingewikkeld aan? Ja, er zijn een aantal dingen. Voor niet-techneuten, zoals ik. Hè? Dus voor niet-techneut is het, je moet een coating zo aanbrengen, als we het over het coatinggedeelte hebben, zo aanbrengen dat hij zo dun is, dat je volledig er doorheen kan kijken, maar dat hij wel voldoende licht absorbeert en dat afbuigt naar de zijkant van het glas. Ja, dus er zitten prisma's in of...
eigenlijk een soort hele kleine glow-in-the-dark sterren. Alleen die niet groen licht uitzenden, wat er normaal gesproken een glow-in-the-dark materiaal doet. Maar near infrared light, dus dat is nabij infrarood licht. En dat zie je niet, dat is er daadwerkelijk wel. En dat weerkaatsen we door het glas naar de zijkanten waar die zonnecellen dat omzetten in elektriciteit. Oké, nou heb ik net coating op de ramen van mijn kantoor geplakt aan de buitenkant. Nou, dat is een flinke klus. Dat is een flinke klus en dat heb ik gedaan omdat ik het werd te warm en ik wilde de UV eruit hebben. Dus ik weet toevallig, nou ja, ik weet niks van coatings, maar ik heb het er wel eens opgeplakt. En die weerkaatst. Dat is moeilijk genoeg toch of niet? Dat is al moeilijk genoeg om dat erop te krijgen. Ja. Dus laat staan in een industrieel proces. Ja. Maar goed, dat weerkaatst dan 70% van het UV-licht. Terwijl er van de binnenkant wel nog 80% licht over. Ja, de vaak weerkaatst het dus ongeveer 30% van het licht. Dat noem je een zonwerende coating. Hier hoor, hier. Ja. Maar goed. Ja, als je meer weerkaatst, komt er uiteindelijk ook minder binnen. Dus dat is altijd een beetje een afweging die je maakt. Je ziet vaak dat in landen waar heel veel zon is. Ik wilde vragen, wat het verschil tussen dit soort gewone coating en die van jullie? Ja, eigenlijk zeggen wij, dit soort coatings willen wij gaan vervangen. Ja. Want deze coatings die reflecteren licht naar de buitenkant en dat licht wordt weggegooid. Ja. Ja. En stel het is 30%, stel het is 70%. Wij zeggen, die hoeveelheid licht die normaal gesproken wordt weggegooid, die willen wij opvangen met onze coating en die willen wij koppelen naar de zijkant. En daar willen we het omzetten in elektriciteit. Een ander element zei je, is data. Ja. Hoe werkt dat gedeelte en wat doen jullie met die data? Dat is misschien nog iets meer straightforward. We plaatsen sensoren in het glas. Dat zijn geen privacygevoelige sensoren. Dus die persoonsgebonden data meten, maar juist klimaatdata meten. Temperatuur, dus licht, vochtigheid. Temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit, allemaal dingen, omstandigheden die wij kunnen gebruiken om vervolgens in een gebouw ervoor te gaan zorgen dat er beter gekoeld, verwarmd en verlicht gaat worden. Maar ook dat mensen op het moment dat hier bijvoorbeeld de lucht wat van slechtere kwaliteit is, dat je raam dan automatisch een ventilatierooster open doet en zo weer zorgt dat er op een goede manier lucht circuleert. Ja, dat doe je eigenlijk, want dat is denk ik wel nieuw, voor zover ik dat ken hoor, decentraal. Dus per raam kun je heel lokaal een actie laten triggeren op een afwijking in een sensormeting. Ja, dus we zijn een gebouw op die dus manier. In plaats van dat de hele airco over een hele ruimte gaat blazen, gaat bij dat raam het ventilatierooster. Ja, en als je dan vervolgens onze sensoren die echt in de gevel zitten van een gebouw ook gaat laten communiceren met de sensoren die aan de binnenkant van een gebouw zitten, dan kan je ook nog beter het onderscheid gaan maken. Hey, deze ruimte, er zitten geen mensen. Er schijnt wel heel veel zonlicht op die gevel. Dus omdat er geen mensen zitten, kunnen we de zonwering daar open doen, de airco uit en die kamer kan zich natuurlijk gaan opwarmen. Maar in een andere ruimte zitten wel mensen, dus daar moet die zonwering naar beneden en moet wel de airco aan. Dus op die manier ga je inderdaad veel specifieker je hele gebouw kunnen verwarmen, verkoelen en verlichten. Hey, dat doen jullie nu voornamelijk voor kantoren, grote... Dat is wel waar wij op focussen. Alleen het interessante is dat wij met vormontwikkeling en met BPD twee hele grote appartementsgebouwen in 2019 gaan opleveren. Waar we voor de een 1800 vierkante meter gaan installeren en voor de ander 1600 vierkante meter. Dus ja, daar krijgen mensen die echt in huis wonen straks toegang tot en die opgewekte stroom in het glas. Maar ook door zonwering die beter op hun wensen en eisen is afgesteld. Ja, nou zeg je 2019, dat gaan jullie doen. Ik las ook dat jullie grote uitdaging is om echt schaalbaar te worden. Jullie hebben een paar pilotprojecten gedaan. Eindhoven zag ik. Ja. Hier in Amsterdam ook. Hier in Amsterdam. De Goede Doelenloterij, ja. In Zuidas, hè? Dit zijn de eerste twee echt grote projecten. Kun je eens vertellen hoe ingewikkeld het is? Ik ben sinds 2014 bezig. Ja. Om van pilotfase, weet je wel, naar echt schaalbare productie te gaan. Ja, we zitten er middenin. Ja. Dat is goede timing. Ik zie ook aan je lach dat het... Ja, dat nee, ik vind het heel leuk. Het is heel leuk, maar het is inderdaad wel... We zijn met een vrij groot team, we zijn met 18 mensen. Daar zitten een bouwkundige tussen, maar er zitten ook materiaalkundigen tussen, maar ook een business developer. En die moeten allemaal samenwerken om inderdaad van iets wat je 10 keer kan installeren in een gebouw, helemaal handgemaakt,
moeten die gaan samenwerken, dat op te gaan schalen, om dat samen met een grote glasfabrikant, een gevelbouwer, een aannemer, een bouwer en een projectontwikkelaar succesvol in een project te krijgen op een manier dat uiteindelijk de gebruikerservaring ook nog zo is dat de klant het eindgebruikers perfect vindt en dat het ook nog eens 20 jaar meegaat. Dus daarom moet ik inderdaad een beetje lachen. Want iedereen verwacht natuurlijk dat dat van de een op de andere dag goed gaat. En daardoor hebben we ook eerst die pilots gedaan. Daardoor hebben we aan de hand van pilots steeds vaker getest wat werkt er nou wel, wat werkt er niet. We hebben een ambassadeurs traject gedaan, dat mensen gewoon thuis in hun keuken een keukenraam een power window konden installeren. En aan de hand daarvan hebben we heel veel nuttige feedback gekregen. En nu zijn we de stappen aan het zetten om echt het eindproduct te certificeren, om het echt zo slim mogelijk te maken dat straks de mensen in 2019 een succesvolle installatie tegemoet komen. Ja, en vanuit de eindgebruiker geredeneerd, in dit geval de bewoner van zo'n appartement. Ja. Ik las ergens dat je 10 tot 20 watt per vierkante meter, dat is niet heel veel natuurlijk. Wat kun je er straks mee doen? Ja, dat is ons huidige product inderdaad, die 10 watt per vierkante meter. En wat ik heel vaak belangrijk vind om te benadrukken is dat het gaat niet om de hoeveelheid stroom die je in dat geval opwekt. Het gaat om de locatie waar je stroom opwekt. Als jij in je gevel direct groene energie opwekt en die daar ook gelijk kan gebruiken, dan heeft dat allerlei voordelen. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel, ga je dat voor het hele gebouw iets mee doen in de zin van, weet je, dan wordt het een substantieel volume terugleveren, of is dat individueel? Ja, dat zou dan bij een kantoorgebouw zou dat heel goed kunnen. Dus daarom zijn we die ramen op zoek. Die kun je aan elkaar koppelen. Allemaal aan elkaar koppelen en dan doe je per verdieping één hele grote batterijopslag. Maar voor een gemiddeld appartement, wat je nu zegt, woongebouw, je zet net genoeg misschien om je telefoon op te laden, maar meer kan je er ook niet mee, ja, toch? Ja, per vierkante meter. Dus we bieden dan de gebruikers in zo'n appartement, dat ze op de verschillende zijdes allemaal toegangspunten hebben tot die groene stroom. Dus maar dat ze ook. Er komt een USB. En dan USB-C, waar je ook tegenwoordig de nieuwste laptops aan kan opladen. En het interessante daarin is. Dus wel helemaal los van het grid. Je gaat niet terugleveren of dat soort zaken. In dit soort gevallen gaan we dat op een eigen grid opslaan en gebruiken. Dus dat je nooit energie weg hoeft te gooien. Dat als je 's avonds toch nog weer stroom wil gebruiken die overdag is opgeladen, dan kan dat. Maar we kijken natuurlijk, en dat is ook wel, we zitten hier met het blik op innovatie en op de toekomst. Dat is de eerste stap. Dat is de eerste stap, maar los van alleen wat wij zelf doen, we zien dat er steeds meer in verschillende gebouwen 24 volts netwerken worden aangelegd. Ja. Ja, en een 24 volts netwerk is eigenlijk een gelijkstroomnetwerk. En waarom wordt dat nu aangelegd? Omdat alle apparaten die wij gebruiken, die draaien op gelijkstroom. Ja. Maar er is ooit een beslissing gemaakt, er is een discussie geweest tussen Tesla en Edison, dat we naar wisselstroom gingen. Maar omdat ons hele net op wisselstroom is aangesloten, moeten wij dat altijd omzetten zodra we die stroom zelf willen gaan gebruiken. En daar zijn allemaal de inverter. Met allemaal spanningsverlies. Daar zitten heel veel verliezen. Er zitten echt heel veel verliezen. Ja. Omdat er nu zonnepanelen al gelijkstroom op gaan wekken. Ja. Omdat je dat nu ook met power windows en smart windows gaat opwekken. Maar ook omdat je je apparatuur in huishoudens of in kantoren ook al van gelijkstroom gaat opwekken, kan je dus intern gedecentraliseerde stroomnetwerken gaan aansluiten. Als je ervoor zorgt dat die genoeg stroom binnenkrijgen van een warmte-koude pomp, van ramen en van zonnepanelen op het dak, dan zijn we echt hele goede stappen aan het zetten om van gebouwen niet meer energieverspillers te maken, maar echt power plants. Ja. Ik stel me zo voor, je bent in 2014 begonnen, ik stel me dan zo voor zo'n clubje studenten op de TU Delft. In 2014? Nou, ver daarvoor nog. Ja, daarvoor ook, ja. En jullie zitten te discussiëren. Waar zaten jullie over te discussiëren? Was het fascinatie met energie en de technologische kant van het verhaal, hè? Laat ik maar zeggen? Of zagen jullie die energietransitie ook echt aankomen en dacht je van, we willen daar een bijdrage aan leveren. Nee, was het idealisme of was het technologische fascinatie? Ik denk dat het was een combinatie van wetenschap en magie. Ja. Wij waren echt onderdeel van een hele grote onderzoeksgroep. We deden onderzoek samen met Erik van der Kolk op de kernreactor in Delft.
En daar deden we onderzoek naar nieuwe materialen. En mijn medeoprichter Willem Kesselo en ik zaten daar, en dat is het stukje magie, op het juiste moment, op het juiste tijdstip, dat wij onderdeel waren van dat onderzoek en dachten, ja, we kunnen hierna gaan solliciteren. En Willem was misschien de meer financiële kant op gegaan. Ik was misschien strategisch consultancy-achtige kant op gegaan. Whatever we know. En we dachten, maar er ligt hier voor ons om met technologie gewoon te gaan ondernemen. Zo'n mooie kans. Moeten we dat niet gewoon gaan doen? En dus uiteindelijk wetenschap, magie, maar ook een stukje ballen. Om dan gewoon te zeggen, ja, dat gaan we doen. En voor je het weet zit je 3,5 jaar later met jullie. En moeten we nog steeds wel een hele hoop stappen zetten. Ja, maar ook met 18 man op kantoor en een paar pilots en nog geen geld verdiend. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nog geen geld verdiend is niet helemaal waar. We maken geen winst. Dat betekent omdat alles wat we tot nu toe aan projecten binnenkrijgen gaat helemaal volledig weer in de ontwikkelkosten. En we hebben ook onlangs een hele mooie financieringsronde weten te sluiten. En die hebben we met vijf met een mooi consortium gedaan. Met een aantal mensen uit de vastgoedindustrie. Die ons ook verder kunnen helpen met netwerk. Ja, ja. Maar ook met Dinko Valerio, die echt al ons vaker advies geeft. Omdat hij zelf al bedrijven heeft opgebouwd. En ook vaker heeft geïnvesteerd in bedrijven en weet wat er allemaal bij komt kijken van zeg maar dat groepje studenten die iets ontwikkelen tot uiteindelijk een schaalbaar product in de markt zetten. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? 1,5 miljoen. Ja. Hoe lang kun je vooruit? In ieder geval 1,5 jaar. Okay. En dan, dus dan het begin, over 1,5 jaar kunnen we alweer beginnen met een vervolgronde voorbereiden. Dat lijkt lang, dat probeer ik hem aan te geven. Maar dat is ook echt wel even. Zeker op die hele termijn van het leven van een start-up going scale-up. Wij krijgen echt heel veel gedaan in 1,5 jaar tijd. Ja. Ja, hey, maar aan het begin zei je van, we hebben de visie dat we hebben. Dit is eigenlijk het eerste product, het eerste project, het eerste ding wat we aanpakken. Maar je ambitie is groter, is breder. Visie komt van physics en seeing. We kijken echt op een natuurkundige manier naar de wereld om ons heen. En alles wat hieruit voortkomt. Dus we focussen nu om gebouwen energie-neutraal te maken. Maar als het aan ons ligt, wordt straks elk stukje transparant materiaal gaat stroom opwekken. Of het nou in een trein zit, in een auto of in een vliegtuig. Alles wat transparant is, kan stroom gaan opwekken. Maar daarvoor moeten we wel de juiste stappen gaan zetten, geduld hebben en door blijven innoveren. Dat is wat we tot nu toe doen. Hey, wat hebben jullie concurrent? Ik denk dat er wereldwijd best wel een aantal partijen zijn die doorhebben dat door zoveel glas te plaatsen en niks te doen met de zonne-energie die erop valt, dat zonde is. Dus er zijn allemaal partijen die nu aan het zoeken zijn naar manieren om daar iets mee te doen. Wij doen het echt op een manier dat we geen compromis hebben aan het design. Dus geen verkleuring in het glas, geen gekke draadjes, geen organische materialen die na verloop van tijd veranderen. En ik heb ooit een keer iets gehoord over concurrentie en dat hou ik wel bij me als mantra. Concurrentie is ook een beetje zoals zwaartekracht. Het is er en je moet heel goed bewust zijn wat zwaartekracht doet en wat voor speelveld dat biedt. Maar je moet er niet de hele tijd over klagen dat zwaartekracht je tegenhoudt of dat het uitdagend is. En je moet echt focussen op hoe je zelf eruit wil komen. En een ander is natuurlijk altijd van, ja, als je geen concurrentie had, dan was je de enige die geloofde in dit. Zeker. Maar en vaak kan je dan misschien een tijdje kan je voorlopen. Ja. En ik merk ook wel, want het is gewoon echt wel een lange tocht die we aan het afleggen zijn. En je moet daar ook best wel in gewoon een soort van bijna missionair moet je gaan marketen en je verhaal delen. Waarom het ook zo belangrijk is dat gebouwen duurzamer gaan worden. Wat dat betreft heb je natuurlijk ongelooflijk de wind mee en is de timing natuurlijk perfect. Hè? Met het, althans in Nederland met het stoppen van de gasproductie. Ik denk dat iedereen opeens wakker is geworden en dat er vol
geïnvesteerd gaat worden in die energietransitie. Dat ja. moet ook. Ja, dat moet en dat gebeurt. En, merk je dus daarom, dat ook? Dat er heel... Ja, je merkt het. Dus dat er nu ook zelfs over een milieuakkoord wordt gesproken. Ja. Dat is heel interessant natuurlijk. Maar als je tegelijkertijd kijkt naar het percentage wat we nu nog met duurzame energie opwekken in Nederland, minder dan 5%. Ja. Het is ongelooflijk. Daarmee lopen we echt achter op heel veel andere delen van de wereld. En ik ben altijd wel opgegroeid in Nederland waarin we op heel veel vlakken vooruit lopen. Dus wat mij betreft gaan we daar echt nog wel een paar tandjes bovenop zetten om daar uiteindelijk ook op vooruit te gaan. En in jullie geval, waar moeten jullie dan de winst halen? Want als je de bouwprojecten hebt, dan moet je dus degene die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja. Of is het de consument? Ben ik het, zeg maar? Kan ik over een paar jaar bij jullie een aantal ramen... Nee, kijk, het moet zo zijn, wij zijn en bezig de efficiëntie te verhogen en we zijn tegelijkertijd de productiekosten aan het verlagen. Zodat het inderdaad uiteindelijk voor iedereen beschikbaar wordt. Maar wat onze belangrijkste pitch eigenlijk is dat iedereen met een vastgoedportfolio, of dat nou uit één huis of uit heel veel gebouwen bestaat, heeft gewoon een betere return on investment als dat een groen portfolio is versus een grijs portfolio. Dus die business case moet ook steeds meer voor zichzelf gaan spreken. Ja. Gebouwen gaan gewoon langer mee als ze zelf hun eigen energie voorzienend zijn in hun eigen energie. Als mensen daar gelukkiger in werken en ook gezonder in werken. Ja, en jullie hebben, dit is natuurlijk een retorische vraag, want jij zal hem altijd met ja beantwoorden. Maar zijn die ramen dan, moeten die ramen dan de eerste focus hebben? Van wie? Van die gebouwen. Dan bedoel ik, weet je hebt het over gebouwen moeten zelfvoorzienend zijn. Dat weten we allemaal. Ja. Dat is gewoon wat er moet gebeuren. Ja. Maar je hebt, dat is zo'n beetje het meest complexe onderdeel van zo'n gebouw. Ja. Want je hebt daken, je hebt gevels, je hebt weet ik wat allemaal. Waar nog totaal allemaal geen gebruik van gemaakt wordt. En dan denken jullie, nou we beginnen met het ingewikkeldste onderdeel. Ja, nou, hoe werkt dat bij jullie? Zo zie ik het niet helemaal. Allereerst de noodzaak. De noodzaak gebouwen gebruiken 40% van alle elektriciteit die wereldwijd verbruikt wordt. Dus gebouwen zijn gewoon energieonzuinig. Zo zijn ze ooit bedacht. Dus ja, maar ik, dan komen we eerst bij het op het gebouw zelf. En dan ga je inzoomen op een gebouw. En gebouwen gaan, omdat we steeds meer naar de stad toe trekken, worden gebouwen steeds groter, steeds hoger. En hebben eigenlijk vaak een steeds kleiner dakoppervlak. En op het dakoppervlak heb je een lifthuisje, je hebt glazenwasinstallatie. Dus je hebt daar steeds minder ruimte voor zonnepanelen. Wij zeggen, leg er zoveel op als je kan. En doe zeker in de kelder een warmte-koude opslag, maar ga ook wat met die façade doen. En dan ga je kijken, oké, hoe kunnen we het beste iets met die façade doen? Je hebt dan vaak gemeenten die de horizon aantrekkelijk moeten vinden, architecten die iets moeten ontwerpen waar ze zich prettig bij voelen. Dus hoe ga je nou met die façade iets doen? Nou, dan kom je heel snel uit op glas. En dan jouw vraag, is het ingewikkeld of niet? We ontwikkelen wel een product wat volledig geïnstalleerd moet worden, of kan worden, zoals gewoon glas ook geïnstalleerd wordt. Dus wij hebben niet allemaal, als jij de glasinstallateur heeft niet een extra elektriciëns diploma nodig. Oké, het is ook even dik? Het is even dik. Ja. Dus het kan in een gewoon kozijn, er hoeft niet weer... Omdat wij geloven in duurzame innovatie zonder compromis. Ja. Dus het glas moet net zo transparant zijn, net zo dik, net zo makkelijk te installeren. Op dezelfde manier moet de coating gemaakt worden, dezelfde manier... En als jullie nu de eerste berekeningen doen, weet je, zei net al, de prijs moet natuurlijk omlaag, de schaalbaarheid omhoog. Ja. Je hebt een gevoel bij waar je uit wil komen. Wat gaat dat dan straks kosten voor een gemiddelde consument? Die zegt van, nou, ik heb zo per vierkante meter even, ik ga mijn ramen vervangen en ik neem die van jullie. Ja, we zijn eigenlijk nu al bezig naar een verkoopprijs van €90 per vierkante meter te gaan voor dat wat wij toevoegen aan het glas. En dat is ook helemaal niet bijzonder veel. En dat lukt onder andere door deze financieringsronde. Ja. En als wij kijken naar andere bedrijven, zoals een Saint-Gobain die een Sage-product heeft, om maar een van die concurrenten waar we het eerder over hadden, die rekenen nog steeds €1000 per vierkante meter voor dat wat ze maken. Ja, en dat is gewoon de ouderwetse grote partij die denkt, we hebben nieuwe technologie en we gaan dat even van bovenaf high-end in de markt zetten. En dan kijken we wel waar dat uiteindelijk uitkomt. Terwijl wij zoiets hebben, de tijden gaan veel sneller. We moeten zo snel mogelijk iets ontwikkelen wat voor zoveel mogelijk mensen
toe te passen is, omdat die gebouwen gewoon energie-neutraler moeten worden. Oké, okay, jullie zitten dan vol in die ramen. Ja. Je volgt vast ook wat er op andere gebieden gebeurt. Kijk, zeker. Ik ben het helemaal met jullie benadering eens. In het gewone materiaal moet energie gaan opwekken. Dus ja, ook bouwmateriaal. Gewone bakstenen. Alles. Dakpannen. Maak bakstenen zo asfalt, dat ze... Ja. Asfalt moet stroom opwekken. Weet je, ja. Stoeptegels, maakt niet uit. Zie jij dat besef doorgedrongen is? Nou, ik zie wel heel veel verschillende partijen, jongere bedrijven en wat bestaande bedrijven die met de meest uiteenlopende manieren bouwmaterialen aan het redesignen zijn. Ja. En of ze nou beter CO2 opslaan of minder CO2 eigenlijk vrijkomt bij de productie, dat is al één heel belangrijk onderdeel. Of als ze gewoon stroom opwekken, als ze circulair zijn, dus het weer opnieuw kunnen. Er gebeurt zo ongelooflijk veel. Alleen dat is ook een beetje de bubbel. Ik, precies wat je zegt, ik let heel erg op wat er nog meer gebeurt. Dus ik ben alleen maar met het World Economic Forum in een soort innovatiegroep. En dan hoor je alleen maar geweldige dingen die er gebeuren. Ja. En als je dus mijn LinkedIn-tijdlijn of Facebook-tijdlijn zou kijken, dan denk je van, hé, de wereld is ongelooflijk snel naar een soort duurzame planeet aan het ontwikkelen. Ja, wat niet maar zo als is. Je de cijfers kijkt, zitten we nog steeds op minder dan 5% duurzame energieopwekking in Nederland. En wat moet er gebeuren om dat te verhogen? Wat moet er gebeuren? Wat is de grootste drempel? Wat is het besef? Is het prijs? Is het... Nou, het is een combinatie van besef, samenwerking en durf. En dat is overal. Je ziet dat eigenlijk overal in de bouw. De Dutch Green Building Council is ongelooflijk goed bezig om eigenlijk die hele sector mee te krijgen. Maar toch is iedereen altijd nog heel erg met zijn eigen project bezig. Eén tender en in die ene tender moet jij als partij winnen. En alles wat je erin steekt moet je er ook weer uit proberen te halen. Dus die samenwerking is belangrijker. Als je wil dat dit soort dingen sneller gaan, dan moeten er een aantal bouwers samen zeggen, weet je wat, wij gaan een nieuw bouwmateriaal ontwikkelen. En we investeren daar allemaal een beetje in. En dat vind ik zo gaaf aan de vier... Of de investeerders die net in ons hebben geïnvesteerd. Dat is Daan van de Vormen van Vormontwikkeling. En Job Dura van Dura Vermeer. Koen van Oostrom van Edge Technologies. Bas van Veghel van COD Development. Allemaal onderling concurrenten die ook op verschillende tenders zitten. Maar wel de handen in elkaar slaan. Handen in elkaar gezegd. Jongens, we moeten het verschil maken. We moeten het. Maar ik las ook ergens, en dat is van Vorm. Ja. Is die grote opdracht die jullie nu gaan doen voor een van zijn gebouwen, is natuurlijk ook een beetje een PR-stunt? Ik denk dat dat niet eens zo heel erg is aan het begin. Want op het moment dat je het in eerste instantie als PR-stunt doet, dan geef je ons daarmee al het vertrouwen. En als wij heb je ook nodig. Je hebt dus PR nodig. Ja, daarmee hebben ze ons een jaar geleden het vertrouwen gegeven. Nu inmiddels zijn we heel actief met Vorm aan het samenwerken om steeds eigenlijk die ramen efficiënter te maken, makkelijker in een gebouw toe te passen, zodat ze uiteindelijk qua de productie gewoon meenemen. Ja, precies. Standaard. Dus dat er voor ons de schaalvoordelen voor ons gaan spreken. En dat komt doordat zo'n partij aan het begin zegt, weet je wat, we gaan dit gewoon doen. We geloven erin. En dat vind ik ook het mooie aan Vorm. Zij rekenen niet aan de mensen in hun gebouw. Dus die woningen zijn allemaal verkocht. En zij rekenen mensen niet extra voor de stroomopwekking. De extra luxe die zij in hun raam krijgen, rekenen zij hen niet iets extra. Het feit dat zij een duurzamer gebouw ontwikkelen met een mooie innovatie. En dat wij daar allemaal weer wat beter van worden zowel ontwikkeling als in marketing, dat is juist iets goeds. En dan moeten we niet, zoals in Nederland dat over het algemeen vaker gebeurt, altijd een beetje meteen weer er tegenaan. We moeten daar een beetje in verder komen. Ja. Slotvraag. Mag ik nog één vraag stellen? Ja. We moeten binnen een half uur altijd blijven. Maar dat Oh jee. Dat kan is het niet gelukt? Of kan het lukken? Het is nu een half uur. Ja. Ik heb hem bijna nog. Doe je slotvraag. Het valt me op, we hebben de laatste tijd veel studenten uit Delft die bedrijven zijn gestart. Op allerlei onderwerpen. Oud-studenten. Oud-studenten. Ja. Vroeger ging je als student uit Delft bij Shell werken. Wat is er veranderd? Zijn studenten, is er in Delft een enorm ondernemende cultuur gekomen? Wordt het meer gewaardeerd om
Ja, ik denk dat sowieso. Spin-outs te doen en lekker te gaan ondernemen? Of? Nee, ja, ik denk dat sowieso. Ik denk dat er ook meer begeleiding voor is. Maar niet alleen de studenten zelf. Ook de TU Delft had vroeger twee zuilen eigenlijk. Dat waren onderwijs en onderzoek. En daar is valorisatie steeds meer bijgekomen. Dat hebben we een beetje afgekeken van het Amerikaanse model. En je ziet dat studenten daar ook heel erg op inspelen. En dat heeft er ook mee te maken dat... Er zitten gewoon heel de nieuwe generatie millennials, waar ik zelf onder hoor. Tenminste, als 30-jarige kan ik dat volgens mij nog wel zeggen. Gelukkig. Willen, en dat is misschien, zelfs dat is alweer cliché aan het worden, maar we willen purpose en willen een verschil gaan maken. En willen niet, niet bijdragen aan de toekomst, maar alleen maar bijdragen aan een... shareholder maximalisatie van een veel grotere organisatie. Ja. En als we dan in die afronding zijn, deze dagen is in Nederland, in Amsterdam hier de B Corps Global Summit. Ja. En dat is een samenkomst van allemaal bedrijven die hebben toegezegd, wij focussen op niet op shareholder profit maximization, maar op stakeholder benefit maximization. Ja. En als die bedrijven steeds meer samen gaan werken, dan gaan we stap voor stap naar een betere, socialere, groenere toekomst. Daar gaan we niks meer aan toevoegen. Ik wou het zeggen. Dit is een prachtig slotwoord van je. Ontzettend bedankt. Heel veel succes. Ja, mooi hoor. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Wat had jij dit keer? Ik had van Oedipus een slow-mo. Dat was echt best wel lekker. Was die lekker? Ja, dat was echt heel lekker. Ik had een Anchorlager. Die was lekker. Ja, ik heb die Brooklyn. Die vind ik altijd lekker, toch? Ja, hartstikke goed. Freedom Lab natuurlijk bedanken we van waaruit we uitzenden. Jetstream uit Groningen voor de livestream en PQR voor de hosting. En we zijn volgende week in Groningen. Oh, ik zou het aan het begin zeggen. Oh, Johan is boos op me. Ik zou het aan het begin al zeggen. Volgende week zijn we in Groningen. Kom alsjeblieft allemaal. Kijk eventjes op de website van ons, dan kan je het zien. We sluiten namelijk het seizoen van Topnames af in Groningen. Met publiek, met de beste, de leukste ondernemers en ondernemingen die op dit moment in Groningen actief zijn. We zitten op het kantoor van Voice. Meld je eventjes aan, wees erbij, want dat vinden we gezellig. Ben je uitgesproken? Ja. Tot volgende week in Groningen. Dag.